Zo, hallo girls. Wij zijn Julie en Marie Reiners van het Fashion Label Reiners. En wij zijn momenteel allebei zwanger. Welcome to the mom life. Dan heb ik dit schattige beeldige polka dot jurkje. Het is echt een beetje die nesteldrang denk ik die je krijgt als je mama bent. Marie is heel goed voorbereid, zie je dat? Die wil echt alles helemaal weten en ik. Julie gaat voor een kinderwagen kijken. Kijk! Oh, ik zie Julie helemaal gaan. Wij kunnen ook uren gewoon voor onze baby's praten. Ja, wij kunnen beter wel. Gewoon... Misschien weten, wij zijn Julie en Marie Reiners van het Fashion Label Reiners. En wij zijn momenteel allebei zwanger in verwachting van onze eerste kindje. Heb je het helemaal gemist dat wij beide zwanger zijn? Hebben we echt in onze vorige vlogs is Sheldon gender party geweest. Mijn gender party, de baby shower en hebben we eigenlijk alleen maar baby nieuws. Maar we krijgen nog steeds de vraag van, zijn jullie allebei zwanger? Nou, eigenlijk zijn we alle drie zwanger. Want we hebben ook nog een oudere zus die heel snel lipgloss op. Ik zie dat ik... Nee, dat is lipgloss. Oh. Zie je ja. Sorry. Mag er ook glitter? Een glitter. Zo. Ik kom hier bij mijn woorden zakken. Wat je allemaal in deze week nog voorbij gaat komen is eigenlijk voornamelijk ook weer heel veel baby nails. Want ik ga me voorbereiden baby. Op de babykamer. Ik heb heel veel nieuwe dingen gekocht. En ook ga ik koekjes bakken. Want dat is niet heel goed afgelopen. Dus blijf kijken. En ik ga met Mike samen met en met mama en Marie kijken voor een kinderwagen. En we hebben iets heel leuks gevonden waar ook Stinky in past. Ja. En we gaan met geluk met het personeel nog toen het kon. Want het is allemaal natuurlijk iets eerder opgenomen. Met personeel leuk uit eten. Dus ben je benieuwd wat deze week allemaal gaan doen? Blijf dan kijken. En blijf abonneren, subscriben. Niet volgende week komt dus weer een vlog, maar die week erop. En het staat totaal in het thema van Romee, haar genderparty. Ja, dan weten we ook inmiddels wat ze heeft gekregen. En we hebben ook de shoot gefilmd. We gaan een leuke dagboekzetting opnemen. En ook in deze week vlog gaan we ook de twee winnaressen bekendmaken van de Glam Glow in actie. Dus blijf kijken. Love Reiners. Zo, hello girls en boys. Ik had jullie beloofd de Sarah-update die ik had gedaan via Instagram. Voor de mensen die denken, waar heb je het over? Ik had voor de baby had ik heel veel Sarah-dingetjes besteld. En iedereen was echt benieuwd wat het was en wie er naar binnen is. Het is inmiddels 19 dagen geleden, maar ik heb het nog steeds niet ontvangen. Dus vandaar dat ik nog geen update heb gegeven. Dat ik nog niet heb ontvangen. Maar ik heb wel, aangezien ik niet kon wachten, nog de Sarah fysiek een bezoekje gebracht om leuke kleding te kopen. Dat wil ik even laten zien. Ik draag de Reiners hoodie in het MacBook Grey. Superleuk. En ik kon niet laten om alvast toch nog heel veel andere dingetjes te kopen. Ik heb echt de hele Sarah alleen gekocht. En alsnog vind ik dingen wat ik niet had. Ta-ta-ta-ta. Kijk hoe cute. Kindje gaat denk ik voornamelijk roze, crème, wit en af en toe zwart dragen. Zara echt, ik vind het ongelooflijk hoeveel leuke dingen ze hebben. Ik heb deze dan gekocht, het blouseje en dit jurkje. Dan heb ik dit schattige beeldige polka dot jurkje van de Zara. Dit is iets allemaal iets grotere maat, maar ik kon het gewoon niet laten. Dan heb ik echt van die heerlijke onesies, pakjes. Die ze wel echt met 1-3 maanden aan kan. En ik heb echt alles in de setjes gekocht. Dus elk pakje heb ik een matchend broekje bij. En hoe leuk zijn deze kleine onderkantjes, die details allemaal. En ik heb het dan ook in het wit natuurlijk. Met een soort bloemetjesprint. Ook weer met een bijpassend broekje. Nou, dit was een beetje de zomerse. Die heb ik ook 1-3 maanden gedaan. Die dat later aan kan. Nou, dit dan al die broekjes met het tulle. Pyjamaatjes. Echt ongelooflijk leuk. Hier kon jij me ook echt niet mee wachten. Super lief. Dit jasje maar is pas wel als ze 1 is. Maar een polka dot jasje met een bijpassend mutsje met pompoms. Nou, dat is toch echt te beeldig. Zo gaat het maar door. Dus dit heb ik alvast gekocht toen fysiek bij de Zara. En ik heb dus nog heel veel gekocht nog online. Dus ook, oh ja, ik heb trouwens ook echt niet denderend, maar echt alle kleur sokjes besteld voor de baby. En ook stippen. Ja, mevrouw houdt van stippen, maar die houdt van stippen. Ik kan het beter polka dot noemen. De dot. Dot. Superleuk. Wat betreft de kinderkamer is er niet heel veel veranderd sinds de vorige keer. Wel heb ik echt heel veel luiers ingeslagen. Welcome to the mom life. Dus ik ben echt wel een beetje aan het organiseren al. Dus het is echt een beetje die nesteldrang denk ik die je krijgt als je mama bent. En ik heb deze plankjes opgehangen samen met Jijn. Kijk hoe leuk. Hier heb ik dan die Dior doos bewaard van mijn baby shower met die knuffel ervoor. Vond ik gewoon heel leuk. En dit heb ik eigenlijk de Polaroids van Nomad heb ik in een lijstje gedaan. En het kan nog allemaal veranderen hoor. Dit heb ik toevallig. Ik heb mijn tante ooit voor mij gemaakt met mijn geboorte voor mijn moeder. Dus die heb ik gekregen. Super lief met mijn geboortedatum. Ik heb alle luiers even daar neergelegd. Maar ik heb nog even van die leuke mandjes nodig. Dus als jullie nog tips en tricks hebben. Betreft wat leuk is qua mandjes. Gewoon dan wil ik mijn Zwitserproducten. Ik heb nu een Nenuco. Maar ik denk dat ik alles van Zwitser ga kopen. Maar hebben jullie ook tips misschien dat jullie zeggen nee, je moet echt iets anders doen qua verzorging voor de baby. Ik ben al in. En even wel grappig, want ik heb allemaal bewaard in een la toen ik bekend vastgemaakt dat een babytje zou hebben. En ik kon het gewoon niet geloven met Jan dat ik gewoon 4 zwangerschapstesten heb. Kijk dan. Ik heb er gewoon 4. Aangezien ik gewoon niet kon geloven dat ik zwanger was. Superleuk. Dit was de eerste ballon die ik heb gekregen van Romee en Daan. Superleuk. En confetti met baby. Ja, ik kan echt niks weggooien. Ik wil er echt een leuk plakboek van maken. Ik heb ook een hele doos vol. Toevallig heb ik die hier volgens mij in mijn kast staan. Erboven.
alles met het baby Dior baby shower spulletjes. Dus ik wil er uiteindelijk een leuke plakboek van maken. Dit is het lint voor onder giraf. Wie bewaart heeft wat? How shall we call him? En hier wil ik ook straks de naam gaan op laten maken. Met de geboortedatum. Aangezien het zo mooi wit is, wilde ik gewoon hier zo de naam en dan de geboortedatum zo op de giraf doen. En verder heb ik eigenlijk geen nieuwe dingen gekocht. Het wordt wel steeds weer steeds een beter bedje. En een kamertje. Ik heb nog een bankje wat ik hier heb besteld. Dit behang gaan we nog doortrekken. Dus zover de update. Update over onze zwangerschap. Hoeveel weken zijn we? Ik ben momenteel precies 5 maanden en vandaag een week. Dus dat is 21 weken. Ja, oké. Okay. Nou ja, 21 weken. En ik ben 34 weken. Nee, 26 weken. Nee, 21. Dus ja, we schelen precies 2 maandjes. En heel veel de vraag naar mijn buik. Iedereen zegt, je hebt nog geen buik. Daar is echt wel nu verandering in gekomen. Ja, in die 2 weken tijd gaat hij wel steeds meer groeien bij Schildje. Zie je? Kijk. Je ziet echt wel een, iets meer een bolletje. Ja, helemaal vanaf hier zie je het. Ja, het is echt al een laag buikje. Ik heb echt wel, krijg echt wel nu van een buik. En ik ben natuurlijk al in november uitgereden. Jouw buik is nu... Dus mijn buik is huge. Enormous. Enormous. Maar het is alleen maar fijn hoor, dat het zo groeit. Ik ben echt zo'n... Ik noem mezelf een pingwing. Ik ga ook een beetje meer zo lopen. Ja, je moet wel proberen nog steeds recht te blijven zitten en nog steeds je goede houding. Ja, ik had echt nooit last. Dus... Ik wil naar mij toe. Oh, dat was ook veel beter bij mij. Ja. Tot 7 maanden tijd heb ik echt geen geklaag en helemaal niks gehad. Ik heb het echt heel makkelijk gehad. Ja. En nu ik 7,5 maand naar de 8 maanden ga, of volgende week ben ik 8 maanden. Gaat het nu wel echt opbreken. Maar goed, dat hoort erbij. Ik werk gewoon nog steeds. En ik werk natuurlijk wel wat minder, maar niet echt met verlof, wat normaal gesproken wel zo is. Dus ik voel gewoon echt nu mijn lichaam wat beter aan op advies van verloskundigen. Aangezien ik heel veel last van mijn rug had. Maar dat kwam eigenlijk mede gewoon dat ik nog veel te veel wil doen. Ja. Maar ja, maar goed. Ik ben nu ook eindelijk gestopt met overgeven. Na 5 maanden is het bij mij gestopt. Dus dat is top. Is ook tof. Heel veel van jullie wisten het niet. Ik heb dit ook eigenlijk niet bewust gefilmd. Ik was alleen maar aan het overgeven. Ik weet niet of jullie daar heel blij mee zouden worden als ik dit zou hebben gefilmd. Dus ik voel me nu eigenlijk, ja, ik voelde me al goed. Overgeven vind ik gelukkig niet erg. Maar op een gegeven moment was het zoveel dat ik gewoon keelpijn, hoofdpijn en buikpijn kreeg. Ja. Dus dat is nu eindelijk gestopt. Nu kan ik ook een beetje genieten gaan van, ik zit al bijna mijn laatste semester. Over 3 weken, maar... Ja, het gaat heel snel. Het gaat echt heel snel. Dus bizar hoe snel het gaat. Marie moet nog maar 1,5 maand. Maar ik gok, ik zeg alvast in deze vlog dat Marie 29 oktober gaat bevallen. Ja, Sjoel denkt dat ik eerder ga bevallen. Maar ik heb ook al indalingsweeën gehad. Ja, omdat jij gewoon een hele mooie strakke buik al hebt. En ik denk dat het niet gewoon heel veel verder kan poppen nog. Nee. En ik heb ook al bezig met Sjoel de baby shower. En dan heb ik dus gewoon al zelf mijn eigen kindje. Dat is vet raar. Zo raar. We hebben het steeds over december. En zeg ik, wow Marie, dan heb je gewoon al je baby. Eigenlijk al eind november, midden november. Maar ja, denk ik een beetje eind november. Maar een beetje midden november. Maar december weten we zeker dat ze er is. Ja. Wij kunnen ook uren over onze baby's praten. Ja, wij kunnen beter gewoon... Ja. Heb je inmiddels je Sara-bestelling binnen? Ik had heel veel de vraag van jullie of ik mijn Sara-bestelling mee wilde nemen in de vlog. En dit wilde ik ook heel graag doen. Ik had het 31 augustus besteld. Ja, dat weet ik omdat ik het niet zo lang had gevraagd. Zo vaak. Je orde. Ik ook. En tot het heden had ik dus niks ontvangen. En ik vond het best lang duren. Dus het enige oplossing was om de hele bestelling te cancelen. Ze wisten ook niet wanneer het werd opgestuurd. Toen dachten wij, weet je, dat is best wel een groot bedrag. Want we hadden echt een Sara leeg gekocht. Ik had echt 100 setjes bij elkaar. En ik ook. Maar dat was precies die datum. Ik weet niet van meer. Ja, ik denk dat we het hebben gehad. Maar vast is gelopen. Of... Dus ik heb heel veel leuke setjes niet meer. Maar ik laat in mijn kast zien dat ik nog heel veel genoeg andere leuke dingen heb. Genoeg. Dus ja, echt. Ja, dat was trouwens wel een vraag van mij. Of jullie daar voor mij tips hebben? Hoeveel pakjes je moet hebben van 1 tot 3 maanden, 3 tot 6 en 6 tot 9? Ik heb namelijk echt geen idee hoeveel pakjes je nodig hebt per dag. Maar ja, sommigen zeggen wel, mijn advies, poepelaars heb je wel 3 setjes per dag nodig. En dan heb ik echt nou niet genoeg voor 3 maanden. Nee, ze zeggen dat je 0 tot 3 maanden eigenlijk ook gewoon overskippen qua maat. Maar ja, je weet natuurlijk niet hoe groot je kindje is. Ja, nu is het 2 kilo. Maar dat kan je toch ook gewoon kopen als het is. Ja, maar ik dacht misschien hebben ze goed advies. Want heel veel zeggen maar dat je 6 setjes bijvoorbeeld hebt per maand. Maar die is heel goed voorbereid, zie je dat? Die wil echt alles helemaal weten en ik... Moet ik gaan mijn babykamer beginnen voor als dat het volgende keer is. Ik ga naar achterleunen. Wat erg voor mijn rug. Zo, ik blijf even dicht op zitten. Nee, dus nee, ik ben niet aan de babykamer begonnen met Mike. Volgende vraag. Of jij ook wel wat babykleding hebt aangekocht? Nou, ik heb dus nog niet zo heel veel gekocht. Omdat ik het voor jongens sowieso wat lastiger vind. Als ik heel eerlijk ben. Ja, leuke jongenskleding. Leuk betaalbaar gewoon. Ja, nou, voornamelijk heb ik eigenlijk alles nu bij de Sara en H&M gekocht. En alles in Nude. En ik heb een paar hele leuke Gucci dingetjes gekocht eigenlijk. Maar dat is meer omdat ik dat gewoon qua printje nu momenteel het leukst vind.
vind. En omdat ik zelf al iets met Mike van Gucci heb. En je bent vind echt een Burberry-fanaat. Iedereen die jou kent, die weet echt dat je een Burberry-fanaat hebt. Maar dat heb ik echt al sinds ik 8 jaar ben of zo. Ja. Niet per se, maar ik merk gewoon die ruit. Dus alles met die ruit wil ik hebben voor mijn kleine. Ja. Is natuurlijk niet dus mogelijk. Dus het wordt gewoon een leuke mengelmoes, ook van alles. Ja, ik denk ik ga gewoon meer het laagsegment combineren. Want Zara is echt wel heel goedkoper, meiden. Ik heb 5 euro voor een shirtje en 5 euro voor een broekje. Kan je makkelijk. Ja, het is echt ideaal voor meisjes. Het zal niet duurzaam zijn. Het zal ook niet heel goed zijn. Maar we gaan het meemaken qua kwaliteit. En ik ga gewoon heel veel 20 broekjes kopen. Meenemen voor die kleine. Ja, ik vind het heel leuk voor jongetjes ook. Dat heb ik ook. Crème, zwarte olif. Voor de rest moet ik even kijken. Onze nieuwe zomercollectie zitten ook wat dingetjes bij. Wat ik ook gewoon bij die kleine aan wil doen. Ja, ik heb ook al heel veel. Maar het is best vanaf 2 jaar. Maar ik weet dus niet of ik het leuk vind. Dat het gewoon lekker heel oversized valt. Ja, ik vind oversized dus wel heel erg leuk. Ik denk echt als ze een maand is en ik heb een pakje aan van 3 maanden. Dat ik het echt leuk vind. Lekker oversized, een beetje oprollen. Ja, dat denken wij dus ook. Maar we moeten dus allemaal kijken als we een kindje krijgen. En ik heb deze dus ook, hè, Nini. De Rue Maria. Hey, Henk. Maar ook voor jou eigenlijk. Bij het wel. Vandaag zaterdagochtend. Ik was mega vroeg wakker door Frankie. Kleine terror. Hij mag nog steeds niet lopen. Alleen, ik laat hem nu wel even soms even in de ochtend even zijn energie kwijt. Aangezien hij anders echt gewoon de hele dag alleen maar in de bench zit. Dus ik was 7:30 wakker op een zaterdag. Maar ja, ik ga alvast wel in het babyritme. 7:30 is dan nog uitslapen. Dus ik vind het niet erg. Maar ik heb opeens hartstikke veel zin in koekjes. Dus ik ben echt al sinds 8 uur bezig met koekjes bakken. Dit zijn de zandkoekjes. En ik heb nu net het deeg gemaakt. Ik denk, oh, misschien is het wel leuk om het te filmen. En die moet ik dus nu gaan uitrollen, maar ik heb geen roller. Dus dat wordt nooit een leuke ding. Hey! Rustig doen. Dus ik denk dat ik gewoon zoiets pak en dan ga proberen te rollen. Nee, moet toch wat? Creatief in de keuken. Dan heb ik echt allemaal leuke lekkere dingetjes voor over de koekjes heen gekocht. Roze glazuur. En dan ook chocolade glazuur. En dan heb ik ook nog sprinkles. Strooipret. Ik kom er nu alleen achter dat ik geen leuke vormpjes heb voor de koekjes. Dus het worden waarschijnlijk hele... Nou, gaat hij nog laden? Nou, in ieder geval, het zijn hele leuke sprinkles. Dus ik ga jullie even updaten hoe het gaat met de roller. En ik ga voor het eerst naar een zwangerschapmassage. Aangezien ik nu wel echt heel erg last van mijn rug krijg. Het komt ook gewoon, zeg, verloskundig dat ik nog veel te veel wil doen. Maar ja, zolang ik me helemaal goed voel, het is alleen mijn rug, denk ik, ja, ga ik ook niet thuis zitten. Dus nu doe ik het iets relaxer. Ik neem soms nu 1/2 dagjes of ik ga eerder naar huis. Dus dat doe ik normaal gesproken ook al niet. Dus dat vind ik al even van mezelf chapeau. En ik ga dus nu een massage krijgen straks in de ochtend. Heerlijk. Dus ik ben benieuwd, ik hou jullie op de hoogte of wat het is. Deze baby groeit namelijk als cool. Nog maar 2 maandjes. Oké, ik vind mezelf echt wel een genie. Kijk. Gewoon goed met rollen. Oh. Ik zeg het misschien te snel. Jammer dat ik nu geen leuke vormpjes heb. Wat kan ik er nou mee doen? Zo. Ja, het ziet er best goed uit eigenlijk. Oké, ik heb natuurlijk geen vormpjes, dus ik heb maar zelf iets van gebraliseerd. Het is nou niet echt geweldig, maar als het smaakt maar lekker is. Ik vind dat zo fijn dat je hierna nog hele keukentroep moet opruimen. Maar goed, ik hou jullie op de hoogte van mijn cookies. Oh my god, guys. Look what came in. Super, super, super spannend. Jullie zullen allemaal wel denken, wat is dit? Nou, Sio en ik hadden met Hayu echt een super, super, super leuks. Wij krijgen namelijk voorrang op Keeping Up With The Kardashians seizoen 19 om dit als eerste te kijken. En om dat te vieren hebben ze ons dus een giveaway pakket op laten sturen. Die heb ik net binnen. Ik heb geen idee wat erin zit, maar ja, Skims, oh my god. Dit is niet normaal. Jules en ik gaan sowieso, kom straks hierheen, gaan we samen de eerste aflevering kijken van Keeping Up With The Kardashians. Oeh, mijn naam. Ik ga even openmaken. Oké, ik heb mezelf een beetje gefascineerd. Ik heb even mijn crèmetje opgedaan. En ik heb even de badjes aangetrokken die ik bij het pakket heb gekregen. Dit is dus van Skims. Dit is dus echt onwijs zacht. Ik denk dat ik dit bij de bevalling, bij het ziekenhuis meeneem. Hoe lekker. Dus voordat jullie denken, je springt van hak op de tak. Phil en ik waren benaderd door Hayu. En aangezien zij ook weten dat wij fans zijn van de Kardashians, mochten wij dus als eerste een preview zien van de aflevering van seizoen 19. Maar wij wisten helemaal niet dat we een mooi pakketje erbij kregen. Dus die ben ik nu aan het uitpakken. First present is dus de Skims badjas. Phil wordt gek. Phil weet nog niet wat er in het pakketje zit. Van haar heb ik al stiekem een beetje uitgepakt. En er zit dus ook nog een donkergrijze in. De badjas. Ik ga nu verder met mijn spulletjes uitpakken. Ik ga even jullie op een goede plek neerzetten. Het moet echt iets hoger. Let's have a look. Oh, ik ga gewoon weer naar achter. Dat kan ook. En voor je weet dat niet wat Hayo is, het is dus ook een soort van een TLC, een Videoland. Dus gewoon een kanaal waar je dus series op kan kijken. Oh, wat leuk. Kijk dan. Ik word echt mega verwend, jongens. De Kardashians zijn terug. Ja, wel voor de laatste. Super leuk gedaan, hoor. Dit echt een hele giveaway pakketje. Nou, die kan ik ook niet ontbreken voor mijn slapeloze nachten met de baby. Nou, gewoon een Kylie Jenner lip liner. I love it. Oeh, dit is een lipstick.
van Coco. Wat hebben jullie leuk gedaan? Sjoe gaat gek worden. Wat is dit voor leuks? Een spelkaart met Kardashians. Nou, hoe cute. En pen? That's always handy. Oeh, wat is dit? Een glass cup. En nou, een nagelsetje. Dus we kunnen lekker onze nageltjes straks doen in onze badjas. Met ons masker. En een spiegeltje van Haju. Echt super leuk gedaan. Ik ben er echt ontzettend blij mee. Sjoe komt nu deze kant op. Ik heb net koekjes in de oven gedaan. Dus die gaan we zo eten. Ik heb ook een heerlijk ontbijtbox van ze erbij gekregen. Dus zal ik zo even laten zien wat erbij zit. Ik heb al een paar dingen om. Wat leuk. Ik draag nooit met een slaapmasker op. Ik ben ook wel heel benieuwd naar die kaart. Zien jullie ook? Ik ga hem openmaken. Als ik zo zit, zie je mijn baby buddy. Deze badjas zit echt goddelijk lekker. Oh my god. Wie is jullie favorite Kardashian? Viel sowieso Kim. Ik denk voor mij is of Kylie. Maar meer omdat ze echt gewoon een hele goede businessvrouw is. Maar ik vind Khloe ook echt heel erg leuk. Dat is toch te leuk. Dan heb je dit gewoon als kaartspel. De Kardashians. Super leuke dag. Nou, we keep you updated about the episode. Ik ga nu de Keeping of the Kardashian op Haju kijken. Wil je dit dan ook? Ga dan even naar mijn website. Haju. Hallo, Haju. En ik ga hier comfy in mijn badjes op Jules wachten. Kijk, dit is die andere kleur. Jules wordt gek. Die wordt echt gek. En het zit lekker. Oh my god. En we hadden een hele lieve ontbijtbox ook erbij gekregen. Ik heb hier ook natuurlijk een paar dingen al van opgegeten net. Ik dacht, chips, ik moet het nog filmen. Heel stom. Maar het zijn echt van die hele leuke pakketjes. Zoals wentelteefjes in een pakketje. Zo heb je echt allemaal verschillende gerechtjes wat ze hebben gebracht. Dat je heerlijk relaxed met je vriendinnen de Kardashians kan gaan kijken. Kijk dan. Ah! My life. Ik ben het aan het opnemen. Ben ik mijn koekjes vergeten. Dit is echt typisch. Echt gewoon iets voor mij. Kijk nou. Ik had er zoveel zin in. Echt toch te... Oh, gaat het alarm straks af natuurlijk weer van het huis. Heel snel de ramen open doen voordat hij zijn wakker wordt. Help. Oh god. Nou, ik moet weer opnieuw koekjes gaan kopen. Nou, dus dat is meisje koekjes bakken. Laat het Jaime wel doen. Ik ben wel goed met versieren. Jezus, wat een bammer. Ik rook het al. We zitten er echt nog lang niet 20 minuten in. Wat vonden wij van de giftbox van Haju en hoe vonden we dat van de aflevering? Nou ja, de Kardashians volg ik eigenlijk op de voet. Ik weet eigenlijk al voordat het wordt uitgezonden wat er dan ongeveer in die serie komt. Wij kijken ook heel veel de sneak peeks van de Kim Kardashian en de Kardashians online. Nee, maar ik bedoel, je houdt natuurlijk Instagram in de gaten. Dus ik weet gewoon wat hun afgelopen tijd hebben gedaan. Dus als het dan in de aflevering komt, dan weet ik natuurlijk niet het hele verhaal. Maar ik weet wel heel veel al. En het was heel leuk dat wij als eerste met Haju, dat zit zo'n giftbox, hebben ze mega verwend. Die Skims badjas, dat zal je ook wel voorbij komen. Echt in de vlogs en ook echt in Instagram. Die heb ik alleen maar aan. Dus echt maar het is, het lijkt op onze stof die we een tijdje geleden hadden van die pyjama. Van de pyjama collectie. Nu zitten we ook aan te denken om met de winter een leuke pyjama collectie te doen vrij. Dus als jullie dat leuk vinden. Ja, ik ben al voor. Ik heb al allemaal ideeën, maar die is toch een beetje twijfelachtig over. Ja, ik weet dat mensen daar behoefte aan hebben, maar ik zelf vind dat heel erg leuk. Ik vind het ook leuk. Maar goed, daarover dus Haju en de Kardashians. Jullie weten het, ik ben gewoon fan sinds dag 1. Ja. Ik vind het heel jammer te stoppen, want ik vond oprecht altijd wel heel leuk entertainment om naar te kijken. En allemaal knap wat te doen. En ik denk nu dat je ze toch iets minder nu gaat volgen. Ja, je hebt iets meer met ze te maken. Straks maar. Hoe is het afgelopen met mijn tweede ronde koekjes? Ik heb ze uiteindelijk nog een keer gebakken en gemaakt en het stomme meel gedaan. Bleek waren dus hele vieze koekjes. Nou, echt, ik vond niks aan. Ik weet dat ik het enige ben. Maar lag het aan jou of lag het aan? Nou, het waren zandkorrelkoekjes. Nou, ik gadver, dat is een hele kruimelige. En ik had helemaal lekker chocolade. Maar waarvoor kon je deze koekjes dan? Die zijn helemaal niet lekker, al van zichzelf niet. Ik dacht, ik ga iets anders doen. Dus nee, geen succes. Ik doe het nooit meer. Ik blijf wel bij mijn appeltaart. Ja, die kan je wel echt goed maken. Keukenproces vind ik niet. Dus ik hoop maar straks met mijn meisje dat het wat beter. Nou, Jaime is altijd een hele goede kokkie. Ja, maar ik? Nee, ik ook niet. Ik ga gewoon heel veel bij mama afhalen. Zo, goedemorgen. Het is vandaag zondagochtend. Ik word door mijn mama opgehaald. Aangezien Jill de auto nodig had. En ik heb lekker een kapperafspraak ingepland. Om mijn haar ook een keer te feunen zoals wat Jill altijd doet. Dus ik heb er heel veel zin in. Het is 9:30. En na de kapper ga ik lekker bij mama eten en in de tuin liggen. Want het wordt heel mooi weer. Dus ik heb de hondjes mee. Kom maar, Jill. En dan gaan we een leuke dag ervan maken. Zo, het is zo lekker weer. Kijk nou, van het zonnetje. Kom maar, meisje. Ik draag vandaag nog steeds de tie-dye. Die draag ik echt heel erg vaak, aangezien het een los model is. En de broek kan ik onder mijn buik dragen. Dat is echt ideaal voor de zwangere vrouwen onder ons, maar ook gewoon voor de meisjes. En daar is Mammy. Ik zit in de stoel. Maatjes worden weer mooi. Ik krijg weer mooie krullen, jongens. Nu nog dit er allemaal uithalen. Ik word hier zo gelukkig van. Zo leuk. Hoe bedoel je volume? Ah,
zo blij mee. Kijk nou. Weet toch elke dag? Maar ik ga nu elke week zijn. In principe heb ik nu elke week. Kijk nou jongens, dat wil je toch? Ik ben nog helemaal niet opgemaakt. En nu denk ik, shit, waarom heb ik niet opgemaakt? Met het mooie haar. Oh, zo leuk. En het bounce helemaal mee. Kijk dan. Oké, de gezusters aan de andere kant staan, hè? Marie en ik zijn in de Bijenkorf. We moesten een bon halen voor een collega van ons die zwanger is. Gaan cadeautje, we gaan vanavond uit eten met alle meiden. En we gaan even kijken naar de pop-up store. En ondertussen heeft Marie een koopje in de hand. Van Hero Preston, dus die gaan we ook nog eventjes passen. Allemaal sale, sale, sale. Dat is altijd leuk. Wij gaan nu naar mijn baby shower locatie kijken. Ik hoop dat jullie me horen. Krasnapolski. Krasnapolski. Dus we nemen jullie mee. Oh, ga je wat scherp? Jezus! Oh ja, nou ik kom deze chickies tegen onderweg. Hoe ben ik met Mira? Hoe are these girls? Hoe are the girls? Dus de ene helft is er al. Nou, ik denk de andere helft misschien al zit. Nou, ons kennende. Zijn wij de eerste? Denk het niet. Denk het niet. Nou, ik denk Amber wel. Die is altijd bij. Oh. Ja, dat is wel. Denk ik echt wel. Chelsea misschien ook. Olijn? Olijn Boulaars? Nee. Nee, denk niet. Dat is hoi. Helemaal te vlog willen. Jeetje. Jezus. Dat vrouwen aandacht zoeken. Cheers. Cheers. Nou, Gambaretti. Gambaretti. Daar is jullie hier en Robin. En Mara. Al lekker eten. Dankjewel. Ja, wij waren ook een dagje winkelen in Amsterdam. Je ziet ons onder andere natuurlijk ook in de Bijenkorf met de topstore van Reinders. En die is inmiddels afgelopen. Ja, maar dat betekent niet dat wij niet meer verkrijgbaar zijn bij de Bijenkorf. Nee. We zijn nog steeds in elke 7 filialen verkrijgbaar. En online. En online, dus wij vonden het heel leuk. Het is ondanks corona natuurlijk met dicht zijn geweest en minder natuurlijk met mensen durfden winkelen echt wel goed gegaan. Dus we zijn hartstikke trots op. En heel dus leuk om al die mensen trouwens. Gaat de reacties heel goed te ontvangen van jullie allemaal. En we hebben nu ook een hele leuke giveaway. Waar keek je naar? Ik dacht dat ik iets anders had. Oh, heel eng. We hebben ook een hele leuke giveaway met 180.000 volgers op Instagram. Dus push je het nog even door. En op betreft de giveaway van Clay & Glow heeft Marie twee winnaressen uitgekozen. Ja. Samen met mij en Clay & Glow. Ik ga ze eventjes meteen erbij pakken. De bedoeling was één winnares, maar we vonden ze eigenlijk vonden allebei leuk. We konden niet kiezen. Ja, aangezien wij toch met z'n tweeën zijn. Je hebt wel een goede verbinding. Marie en ik. Ongetwijfeld stinken die jullie horen trouwens. Even kijken, we hebben uitgekozen. Tamara Jansen, want ze heeft het gezichtmasker ooit gehad. En haar huid werd er echt aanzienlijk mooier van. En ze is alleen maar aan het wisselen van dermatoloog naar dermatoloog. Ze heeft kindjes. Nou, ik merk het zelf nu ook al. Dat eigenlijk alles aankoop wat ik nu al doe is alleen voor het meisje. Dus zij zouden heel graag de scrub willen uitproberen. Dus die gaan we jou toesturen samen met Clay & Glow. Ja. Dus stuur ons eventjes een berichtje onderaan deze vlog. Of stuur ons even een DM-berichtje met je adresgegeven. Want anders zien al die dat mensen dat. Komt goed. Dat. We hebben sowieso hebben je gescreenshot. Dus we weten wie er heeft gewonnen. En dan is de tweede winnares Ilse Westhoff. En die wilde eigenlijk, ja eerst had ze me bedankt van mijn jubileum, dus dank je wel ervoor. Omdat ze eigenlijk ook een hele onzuivere huid heeft en graag Clay & Glow wilt uitproberen. Ze heeft heel veel make-up al gebruikt om haar puistjes te verbergen, et cetera, eigenlijk is ze ook eigenlijk in nood wat ze nou moet doen. Dus van haar gaan we het masker. Dus we hebben nu eigenlijk de scrub en de masker eigenlijk naar Ilse en Tamara. Dus ik hoop dat ik het nog duidelijk heb. We zullen het ook nog even onderaan de vlog natuurlijk zeggen welke twee winnaressen het zijn geworden. Ja. Als jullie het nou een leuke giveaway vonden met Clay & Glow, kunnen we het natuurlijk voor in de toekomst ook nog een keertje doen. Zeker. Maar we hadden heel veel leuke reacties, dus sorry, we hadden zoveel. We konden niet kiezen, maar we hebben uiteindelijk toch twee gedaan. Ons bedrijfsuitje was ook super gezellig. We zijn even met alle meiden uit eten geweest met de leden. Dit was nog voor eigenlijk alle verdere coronamaatregelen voor de tweede golf. Dus we hebben zeker onze afstand gehouden en eigenlijk gewoon alle regels volgt erg. Ja, er gingen twee meiden weg. Ergens anders werken. En omdat we gewoon heel hard hadden gewerkt, dachten we nou even een meidenuitje. Dat de mannen even niet mee gingen, want we zijn natuurlijk in overvloed met meiden. Ja. Dus we hadden twee nieuwe meisjes. Dus het was even leuk voor de teambuilding. We hebben heerlijk gegeten, niet laat gemaakt en zijn gewoon naar huis. Ben ik weer? Jill en ik en mama, maar ik ga vandaag het leukste doen. We gaan naar een babypark voor een kinderwagen te kijken. En ik heb eindelijk een trui gevonden waarbij mijn tasje past. Dit is voor Stinky. Hallo. Waar zijn de etterbakken? Ik heb een tas voor Stinky mee. Aangezien hij, als hij niet mee mag, kan hij zo erin. En ik wacht nu op mama, Mike en Jules. Die zeiden dat ik naar buiten moest lopen. Maar dat zegt Jules altijd. Terwijl ik dan nog niet eens hoef naar buiten te komen. Wat koud. En ik draag natuurlijk wel altijd iets van Reinders, hè. De twinsetbroek in het zwart. Jullie gaat voor een kinderwagen kijken. En ik ga eens de verzekerd even de luiertjes mee voor de kleur te bepalen van de wagen. Aan mijn mom, aan mijn cool mom. Your cool mom. Je bent nu echt een Mean Girls mom met die juicy pak. Die hebben wij in Amsterdam gekocht toen we gingen shoppen. We voelden ons net als de Mean Girls.
wil de mand al hebben. Ja, ik ben benieuwd wat jullie leuk vinden, jongens. Jij bent onze snack. Ach, wat leuk. Ja. Ja, hij is alleen wel je gordel om. Hij moet alleen hier. Zo. Ja. Kijk. Ik zie Jill helemaal gaan. Hier, dit is je parcours. Kom het hier op. Kan je even je hele parcours rond. Daar gaan ze hoor. Als jij duwt, dan ga ik toch... Nee, dan moet je juist even op, dan moet je juist onderzoeken of je dat goed, of je goed beweegt met die wielen. Zie je? Oh, nee, ik zie het verschil niet. Nee. Ja, ik vond hem dus niet lekker lopen. Nou. Man, hoe vaak loop je nou die stom kleine steentje? De stink gaat al van slapen. We hebben al in ieder geval één slapende baby. Nou, ik vind het helemaal niet. Ik dacht dat Jill dit... Serieus, stink. Ben je geslaagd? Je kinderwagen bij Babypark. Nou, dat was dus heel grappig. We zijn op donderdag gegaan, want we zijn dus op zondag dicht. En ik wilde dus een kinderwagen. Ik had niet heel veel eisen, vooral wat die praktisch moet zijn. En ik wilde de kleur nude. Die is dus uit het assortiment bij Boogaboo. En toen kwam ik eigenlijk bij de Donkey, heet het model, uit. Het is superleuk. Met een snacktray voor Stinky. Dus ben jij benieuwd welke Sjoel heeft aangebracht? Dit laat je eigenlijk in deze vlog zien, hè, die je eigenlijk al hebt gekozen. Ja, eigenlijk de Boogaboo Donkey. En die snacktray is voor snackjes, maar ik doe Stinky er gewoon in, want hij bleef gewoon heerlijk rustig zitten. Dus echt een top. En ideaal. En ik kan hem ook nog omtoveren tot 2 zit. Dus dan kan wel ieder kindje er, als we ergens heen gaan, ook ernaast zitten. Dus ja, we hebben over nagedacht. We hebben 1 kinderwagen nodig. Die het dan gaan speeltuinen. Hebben we er niet 2. Dat is de mam blijft dan. Al denk ik dat Marie zelf haar eigen kind wil duwen. Maar ik vind het niet erg als ze mij als mijn kind overduwt. Ja, ga ik met zwangerschap verlof. Ik had het er net over. Ik merk nu wel echt dat het wat zwaarder wordt. Dus, maar hoe fijn is het dat je het helemaal zelf kan indelen. Dus in dat opzicht hebben wij een heel goed team. Ik heb Sjoel natuurlijk naast me. Ja, maar ik denk ook dat jij liever. Ook rustig aan doen voor je bevalling. Maar ik denk dat jij liever bijvoorbeeld daarna gewoon heel veel meer thuis wilt zijn. En ik doe nu ook niet te veel voordat mensen zeggen, je moet echt zelf ook rust nemen en aan je baby denken. We hebben geen sempelseel, we hebben geen motor. Ik blijf eigenlijk gewoon op een bureaustoel zitten op kantoor en doe eigenlijk allemaal mails. Dus of ik nou thuis in bed dat doe of hier op een goede bureaustoel. En ik merk wel aan mezelf dat ik iets makkelijker ben met iets eerder weggaan. Normaal gesproken hadden we hier echt niet voor 5 weggegaan. Of soms een vrije dagje met mooi weer zou ik normaal gesproken ook mooi doen. Dat hebben we nu wel ingelast, ja. Ja, maar we kunnen natuurlijk ook niet op vakantie, dus we nemen het nog even van nu er dus nog weer gekregen. Ja, en ik vind ook wel dat we hebben nu geen modeshow, geen fotoshoots, al die dingen niet meer waar we zelf heel erg nu voor creatief. Ja. We zijn nu met een nieuwe collectie bezig voor volgend jaar. De winter, ja. Dat is ook gewoon heel leuk om op kantoor te doen. Dus daar zijn we heel druk mee bezig, maar het is meer creatief. Dus we zijn niet heel veel fysiek werk aan het doen. Nee, dus het kan nog makkelijker. Dus we helpen nu niet mee met jou op de sample sale. Over 2 weken ben ik 8 maanden, dus maar hoe ik me nu voel gaat het nog prima. Prima. Oké. Dit helpt niet. Zo dan. Dit is ook niet echt ideaal. Hoe doen mensen dit? Zo dan maar. Het is vandaag zondag. En het is nu 10:30 geweest. Ik was mijn brow gel vergeten op te doen. Net nieuw gekocht. En ik ga naar een bed kijken. 1 seconde, moet ik dit fixen. Laat mijn haren niet overeind staan. Zo. Oké, okay, I can speak again. Het is vandaag zondag, sorry voor de rommelige opening. En de enige wat jij en ik moest regelen was een kraambed. Nou, geen kraambed, maar ons bed is zeg maar te laag die we nu hebben. En voor de kraamverzorging en ook voor mezelf zeggen ze dat hij echt minimaal wat hoger moet. Dus wij kennen Charlotte via Instagram. Zij heeft haar eigen bedrijf Black Luxury. En zij kan eigenlijk alles voor je regelen van A tot Z. Qua inrichting, qua dus ook nu de bedden, banken, tafels, nou echt, je noemt het maar op. Dus wij kennen haar eigenlijk via Instagram en ik heb nu met haar afgesproken om op tour te gaan voor een bed voor mij. Ik heb haar wel een indicatie gegeven wat ik allemaal mooi vond. En dat was velvet. We gaan nu naar iemand toe om een bed uit te zoeken. Maar ik vind het heel erg moeilijk. Ik wil eigenlijk een beetje een nude kleur. Maar ook weer niet te licht. Want ik wil ook niet dat het heel snel vies wordt. En ik ben nog steeds bezig met een koopwoning. Dus als we wel gaan verhuizen, wil ik ook gewoon wel dat dit bed kan blijven. Dat het echt wel naar mijn smaak is. Dus ik heb nu met Charlotte afgesproken. Heel erg lief. Zoals jullie weten ben ik nog steeds pregnant. En ze is echt onwijs aan het groeien. Dus ik heb nu wel echt last. Mag ook wel. Ik ben nu 34 weken. Ik krijg nu echt wel last van mijn rug. Dus normaal gesproken is het een uurtje rijden. Maar we hebben elkaar afgesproken om het tegemoet te rijden naar Vinkeveen voor mij een half uurtje. Dus dat is nog wel wat te doen voor mijn rug. En dan gaat Charlotte daarna verder voor mij rijden. Dus dat is echt super lief. Ja, hoort er allemaal bij de pregnancy. En ik mag echt niet klagen. Want ik heb echt tot 7 maanden geleden echt helemaal geen één probleem gehad. Qua misselijkheid niet. Puur eigenlijk alleen hormonaal echt mijn puistjes. En ik weet niet of meerdere vrouwen dat hebben. Dat je opeens heel veel meer donshaar in je gezicht krijgt. Gewoon sowieso je haargroei. Wordt heel veel bij mij tijdens mijn zwangerschap. Moet heel veel vaker mijn wenkbrauwen epileren. En nu zag ik net ook op haar haartje.
hier zitten net met de vlog. Toen dacht ik echt, oh mijn god. Dat is het enige. Dus om mij tegemoet te komen rijden, gaan we nu naar Vinkveen. En dan gaan we nu een bed uitzoeken. En normaal gaat John natuurlijk altijd mee. Dus nu ga ik in mijn eentje. Maar ik ga er natuurlijk wel facetimen als ik onderweg ben. Even vragen voor tips. Dus ik denk dat het een soort van velvet nude bruin kleur wordt. Maar je weet nooit bij mij. Ik ben sinds ik zwangerschap best wel aan het twijfelen. Terwijl ik dat nooit normaal gesproken heb. We shall see. Ik heb net een navigatie. Ik ben altijd te vroeg. Ik ben nu 20 minuten te vroeg. Maar ja, goed. Ik ben echt weer te op tijd. Vinden mensen ook weer vervelend. Daarvoor dacht ik, pak even mijn vlogcamera erbij. En ik wilde voor Charlotte een heel leuk cadeautje meenemen. De parfum. En ik vond hem al zo licht. Er zit de parfum er dus niet in. Ik heb die ergens gelaten. Maar waar? Ik dacht dus in mijn auto. Maar het zit dus niet. Die ga ik nog eens even zoeken. Dus vandaag gaan we weer, niet voor de babykamer, maar voor mijn eigen kamer een nieuw bed kopen. Het duurt een maandje. Het is nu 27 september, dus begin november moet ik het bed hebben. Dus 2 weken speling. Dus meisje, kom niet eerder. Eerst wilden Jam en ik het namelijk echt op gewoon blokken gaan zetten. Toen dachten we, ja, wat een onzin. Maar ja, ons bed is sowieso niet lekker. Ik heb echt wel mijn bed sinds mee van mijn vorige huis, waar ik gewoon met mijn ouders woonde. Dus ik was ook wel echt toe aan een nieuw bed. Dus ik denk nu ik met Charlotte dat kan doen, ga ik gewoon nu voor een nieuw bed. Dus, ik heb weer genoeg gepraat. Mijn gordeltje omdoen. En dan gaan we hit the road. Oh, Nisha, je durft bijna niet meer te niezen. Tot zo in Vinkveen met Lot. Zo, wij zitten. We gaan lekker delen. Ik heb tussen een kip met een rundvleesloketje. Met Lot. Hi. Noemt iedereen jou eigenlijk Lot? Of ben ik de enige? Char. Oh, Char. Ja, iedereen Char. Oh, Char. We hebben net de bank gekozen. We zijn nu lekker aan het eten. Oké, ik kom net eigenlijk terug met Charlotte van de bank. Het is echt die zwangerschaphormonen. Van het bed uitzoeken. Ik heb geen swatches gefilmd van de kleur. Maar dat ga ik even binnenkort voor jullie doen. Ik heb uiteindelijk voor een crème velvet bed gekozen. Ik zal nu even mijn bed laten zien. Het is namelijk echt niks bijzonders. Het ziet er ook niet uit. Maar wij moeten van de kraanverzorgster een hoog bed op pootjes. Dat was wel een dingetje. Dus we hebben nu echt een heel mooi bed in het crème velvet met een hoofdbord. Door Black Luxury gaat ze dat helemaal voor mij ontwerpen en in orde maken. En het duurt een maand, dus ik heb hem op tijd binnen. As we speak ben ik thuis. Heb ik even allemaal leuke kaars aangezet. Zie je? Want Loesje en Jules komen over even voor een girls night. Ik denk dat we niks bijzonders gaan doen. Meestal is onze girls night is gewoon film kijken en heel veel eten. En Jan moest iets helpen met de auto tillen. Oh, ze staan helemaal daar. Dus die komen er nu aan. En ik heb heel erg weer mijn Missoni allemaal erbij gehaald. Ik wilde toch weer wat kleur in mijn huis. En Frank denkt, jee, ik heb eindelijk weer mijn kleedje terug. Dus die is alleen maar blij mee. Dus ik heb toch weer een beetje kleur, jongens. En deze kaars heb ik gewoon meegekregen voor mijn verjaardag. En die ga ik nu pas aansteken. Ik heb nog niks vanavond gegeten. Aangezien ik voor het eerst echt misselijk ben. Ik heb hem nog nooit gehad. Nu echt 7:30. Oh, hij gaat blaffen, want hij wordt stinky denk ik al. En ik heb nog niks gegeten. Dus ik ga nu even kijken wat we gaan eten met de meisjes. En dan zie ik jullie zo. De aankomende vlogs gaan voornamelijk over Romee, de zwangerschap. Over onze zussenfotoshoot bij Cooper gaan we nog inplannen. Een friendly shoot met z'n drieën. Over de bevalling. Over de laatste stingetjes. Laatste loodjes. We hopen dat jullie dit een hartstikke leuke vlog vonden. En divers mogelijk. En we proberen zoveel mogelijk voor jullie te filmen. Ook aangezien wij natuurlijk momenteel zwanger zijn. Hebben we iets drukker dan normaal gesproken. Iets moeier. Maar hopen dat jullie het begrijpen. Love. Fijners. Love.